Die wordt boer. En dan krijg je een overalletje aan, een klompje aan, een kruiwagentje. En als dat elke dag gezegd wordt, ja, dan heb je zoiets van. Dan wil je ook eigenlijk niet anders meer. Zorgboerin. Een boerin, daar zie je dan vaker met dat ze achter mee aan de gang zijn. Ja. En mee tractorrijden en mee melken. Nou, ik heb nog nooit gemolken. Heel lang heb ik geturnd. En dan wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde, omdat je dan toch die oogkleppen op hebt. En ja, het is dan dat je één weg volgt en verder doe je niks. En, dus het was eigenlijk totaal niet logisch dat ik boerin zou worden. Ik ben in 2007 ben ik een beetje gaan interesseren in het boerenleven en in de agrarische wereld. En sinds 2010 zit ik eigenlijk echt mee in de VOF en mee in het bedrijf. Ja, dat is weer een kans, hè. Het makkelijkste is van, nou, we maken de balans op. We kijken wat we verdiend hebben en we stoppen. Dat is het makkelijkste, maar dan houdt het op. En nou kunnen we zeggen, nou, het bedrijf gaat weer verder. We kunnen we hopen nog een tijdje mee te mogen gaan. Dan kunnen we ook genieten. Tenminste, daar gaan we vanuit dat de volgende generatie het ook wel lekker oppakt. In 2007 ben ik op vakantie geweest in Canada. En daar hadden ze een kippenbedrijf. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk, ook gewoon alles eromheen. Een stukje buitenleven, dieren, planten, alles in combinatie. En nou ja, aangezien ik thuis ook een boerderij heb, was het dan de meest makkelijke keuze dan om dat bedrijf ook mee te gaan runnen. Zij heeft ook interesse in de zorg, maar ook achter met het met melkvee. Stel dat het wel zo zou zijn dat mijn broers of mijn zusje mee in bedrijf zou zitten, dan zou ik dat niet als concurrentie zien, maar meer als een soort versterking met elkaar. Toen zijn we in 2005 dan met de zorg gestart. Toen hadden we dus eigenlijk al geen varkens meer. Toen zijn we overgeschakeld dus naar het biologisch. En dat is natuurlijk een behoorlijke verandering. Mm-hmm. Het kiezen voor een verbreding in de vorm van enerzijds een stukje toerisme, later de zorg. Dat zijn fundamentele veranderingen die doorgevoerd zijn en waar uiteindelijk de zorg is overgebleven met de koeien. Het is natuurlijk een heel generatieverschil, hè? Het scheelt ruim 30 jaar. Plus het feit dat ik een vrouw ben en anders pap bijvoorbeeld dan een man, dat scheelt natuurlijk ook met denkwijzes. Met name de duurzame manier van werken en met name ook het gesloten cirkeltje met het klimaat, met eigen voedsel, met het produceren van elektriciteit zelf, produceren van eigen krachtvoer, dat zijn de takken die we eigenlijk zelf in beeld willen hebben om te kunnen laten zien. Op de zorg staan, de draaien, zou ik uitbesteden en daarin echt het stukje management eromheen regelen. En qua boerderij betreft denk ik dat ik niet heel veel af zou wijken, maar wel met de moderne tijd meegaan. Ik moet me vaak verantwoorden waarom ik iets op welke manier ik zou doen, maar dat is wel weer goed voor mezelf om niet zomaar klakkeloos iets te doen, maar echt daar ook over nagedacht te hebben. Kijk, maar als je ondernemer bent, veranderingen is van alle tijden en dat gaat er gewoon door. Kijk, ik kan intens genieten als ik door de wei loop en ik zie dan de koeien. Ja, dat is gewoon genieten. De combinatie van plant, dier, natuur, eigen ondernemer zijn. Het mooie is dat je zelf mag kiezen wat je doet, ja, als zelfstandig ondernemer, maar dat staat wel tegenover. De vaste lasten die je hebt, die moeten weer terug. Ik voel me een agrarische onderneemster. Er zijn nog meer positieve kanten als negatieve kanten, dus het is nog steeds een prachtig vak. Op een moment moet je ook een stukje boekhouder kunnen spelen en een stukje van het gras en de grond moeten afweten. Dan nu inderdaad weer een stukje bouwkundig over een nieuwe stal nadenken. Dus het is veel meer dan alleen het boerin zijn en nou ja, wat mijn beeld is, alleen maar met het vee bezig zijn. Want het voelt als een hele verantwoordelijkheid. Maar wel een super uitdaging. En ja, ik denk toch dat het ja, gewoon mijn bedrijfje dadelijk is, op mijn manier. En ja, aangezien ik ook zelf verder moet, moet ik ook mijn eigen bedrijfsvorm gaan toepassen. Dus ja, waarom zou je niet beginnen met een nieuw gebouw?